Ik haak even aan op het woord tuig dat ik de heer Marcus zou horen zeggen. En dat deed mij denken aan een tweet van zijn fractievoorzitter, de heer Wilders van de PVV. En die zei, ja, journalisten die zijn uitzonderingen daar gelaten, gewoon tuig van de richel. Twee dagen nadat de heer Wilders deze tweet plaatste, stroomden de doodsbedreigingen bij de NVJ binnen. En ik wil de heer Markensauer, die ook samen met mij woordvoerder veiligheid is, vragen of hij dit nou een heel goed idee vond van zijn fractievoorzitter. De heer Markensauer. Ik weet niet precies op welke tweets u allemaal doelt, maar bijvoorbeeld op 6 juli, dus ver voor al die andere tweets waar net op gedoeld wordt, heeft de heer Wilders ook bijvoorbeeld gezegd, dat hij altijd tegen geweld is. En we hebben vorig jaar, dus ver voor de tweet van Tuig van de Richel, heeft zelfs de heer Wilders een motie ingediend, waarin hij oproept dat journalisten die bedreigd worden extra bescherming moeten krijgen. Dus ja, de heer Wilders eigenlijk, en dus de PVV ook, sinds het begin van de oprichting heeft ze altijd gepleit voor keihard optreden tegen mensen die geweld gebruiken of daarmee dreigen. En specifiek voor journalisten het altijd opgenomen. Aan ons niet het verwijt dat wij journalisten niet zouden willen beschermen, want wij zijn de enige partij die met harde maatregelen bereid zijn dat wel te doen. Dank u wel. Mevrouw Van der Werf. Nou, voorzitter, die tweet over tuig van de richel, die is natuurlijk helemaal geen uitzondering. Want uw fractievoorzitter twitterde ook, vertrouw ze nooit, die journalisten, en ze haten ons, geloof ze niet. En voorzitter, waarom zeg ik dat? Omdat ik denk dat woorden uit dit parlement ertoe doen. En ook uw woorden doen ertoe. En het structureel verdacht maken van journalisten, dat is iets voor D66 echt onacceptabel. En een land zonder vrije pers is meestal ook een land wat niet zo heel veilig is voor haar inwoners. En ik vind dat de heer Markensauer zich dat als woordvoerder veiligheid toch aan zou mogen trekken, voorzitter.